Goedemiddag, welkom bij Ajax. Persmoment voorafgaand aan de klassieker van aanstaande zondag. Kijk even of er iemand heel gretig is om te beginnen met vragen voor Marcel. Graag hier jullie. Dat is heel goed, ik hoop dat iedereen dat is. Graag hebben jullie telefoons uitzetten of stil dan kunnen we. Ja, Marcel. Het vind ik juist heel belangrijk dat die er staan. Ja, ga ik ze weer weghalen. Marcel, eerst even een praktische vraag. Iedereen is fit, begrijp ik, voor de klassieker? Op BME van de leer na wel, ja. Beschouw jij Younes ook als fit? Ja. Er stond een kritisch stuk in de Telegraaf, hè, dat Younes zei van ja, ik heb te weinig rust gekregen eigenlijk, ik ben niet scherp meer. Wat vond je van die uitspraak? Nou, ik heb het inderdaad gehoord, ik heb niet gelezen, dus... hij heeft na de Confederations Cup, is lang doorgegaan. Zou hij sowieso een lange vakantie krijgen. Is op eigen verzoek teruggekomen door Appie. Vond niet dat hij vakantie kon vieren als Appie zo lag. Dus hij is iets eerder teruggekomen. Dat klopt. Daarna hebben we hem geprobeerd om elke internationale week extra dagen te geven. Dus zeg, naar Heerenveen is hij meteen weggegaan, terwijl hij pas dinsdag of woensdag hoefde te melden bij de Duitse ploeg. Dus we proberen het in kleine gedeeltes wel te doen, want we weten ook wel dat hij het nodig heeft. Maar goed, het is, dat loopt zo'n seizoen. En dan heb je een geval wat niet zo normaal is, denk ik, in het begin van het seizoen. Dat speelde voor hem dus mee. Hij vond dat hij eerder terug moest komen. Ja, dus jij vindt eigenlijk niet dat hij... Wat hij dus nu zegt van ja, Ajax had mij wel wat meer ruimte mogen geven of mij toch nog wat langer vakantie mogen geven. Die kritiek vind je niet terecht? Nee, ik vind niet terecht dat hij nu zegt dat hij niet fris is omdat hij te weinig vrije dagen gehad heeft. We weten wel dat hij er weinig gehad heeft. Er zijn omstandigheden waardoor beide partijen gekozen hebben om toch eerder aan de slag te gaan. En verder is het ook gewoon dat we snel Champions League hadden, waar wij hem ook gewoon aanwezig wilden hebben. Dus dat is allemaal een kort dag geweest. Verder hadden we het idee dat die Confederations Cup is bij Duitsland volgens mij niet door de selectie, door de eerste selectie gespeeld. Dus hij zat daarbij. Hij is daardoor bij de andere selectie ook gekomen. Dat betekent dus dat hij ook nooit vrij kon krijgen op het moment dat de eerste selectie weer ging starten aan de kwalificatie WK. Want daar zat hij ook bij. Dus we hebben hem ook nergens vrij kunnen geven. Of we hadden hem buiten wedstrijden moeten houden. Dat had gekund. Praat jij hier met hem over? Uiteraard. Is dat is al gebeurd of ga je dat nog niet? Dat gebeurt wekelijks. Ja. Dat andere wat hij ook in hetzelfde artikel zegt, is dat hij ook misschien wel stiekem op een transfer had gehad en op wat meer bereidheid van Ajax. Wat vind je daarvan? Goeie vraag aan de verkeerde persoon. Waarom aan de verkeerde persoon? Ja, omdat ik niet over de transfer ga. Dan moeten we bij Overmars zijn. Ja. De wedstrijd zelf van zondag, heb je het gevoel dat Feyenoord, als je het vergelijkt met vorig seizoen, iets kwetsbaarder is dan het vorig jaar? Dat er misschien wel iets te halen valt van Ajax? Nou, ik vind sowieso dat we vanuit moeten gaan dat er iets te halen valt, anders dan hoeven we de wedstrijd niet te spelen. Dus het lijkt mij een hartstikke leuke wedstrijd bovenin in de Eredivisie. Ja, dat moet je zeggen, ook als trainer natuurlijk, maar gewoon puur... Als je kijkt in de Champions League, wat Feyenoord doet, in de competitie laten ze wel wat punten liggen. Dat heeft Ajax natuurlijk ook gedaan, maar het is nog niet het stabiele Feyenoord van vorig seizoen. Nou goed, maar dan moet ik het over hun hebben. En ik begrijp heus wel dat zij nu Champions League erbij hebben. Maar ik vind nog steeds dat ze een prima selectie hebben en dat ze goede spelers hebben. Tegen Shakhtar hebben ze ook een vrij aardige wedstrijd gespeeld. Dus... Nou ja, goed, wij weten heus wel dat we daar ons aardig aan de slag moeten. Dus volgens mij blijven die wedstrijden Feyenoord-Ajax, Ajax-Feyenoord, toch van die op zichzelf staande wedstrijden waar je echt gewoon van alles kan verwachten van beide teams. Het wordt jouw eerste, hè? Tenminste op dit niveau, met deze druk en deze spanning. Kijk je daarnaar? Ja, heel erg. En heb je het gevoel dat je daar ook nog weer anders op moet voorbereiden? Of laat je over je heen komen? Praat je daar met andere mensen over? Nee, maar je voelt in de week natuurlijk al dat deze wedstrijd eraan zit te komen bij de jongens. Dus dat is
als trainer juist hartstikke lekker. Dat de jongens hebben gewoon heel veel zin om te spelen. Dat hebben ze altijd. Maar ja, goed, iedereen weet wel dat dit wat extra's met zich meebrengt. Ja, ik zeg altijd van ja, we gaan altijd vol voor de winst. Maar deze wedstrijd is natuurlijk nog niet in deze fase van de competitie. Het is niet cruciaal. Wel is het gat met PSV daar. Zeg jij van tevoren nou een puntje prima of ook echt vol voor de winst? Ja, we willen winnen. Dat zal Feyenoord ook zeggen. Wij willen ook winnen. En je moet altijd kijken hoe zo'n wedstrijd verloopt. Maar voorafgaand wil je gewoon winnen. En wij zijn niet goed gestart aan de competitie. Dan moet je ook dingen goed maken. Nou, we zijn nu daarmee bezig. En wij komen langzamerhand, zie ik ons ook weer wat beter spelen. Wat makkelijke doelpunten maken. Ja. Dus dat geeft ons vertrouwen voor de komende wedstrijd. Is dat de verdienste van Lasse Schöne onder andere? Dat er een stijgende lijn te constateren valt? Nou, vind ik verdienste van een hele groep, hele selectie, hoe ze het op een gegeven moment opgepakt hebben. En ook van Lasse uiteraard, want die is dan binnen het elftal gekomen en die heeft ook mede voor gezorgd dat we weer wedstrijden gewonnen hebben. Maar zeg mede, niet alleen van op één speler af te gaan. Je vindt nog niet dat je er bent? Ajax moet nog groeien? Nee, wij kunnen beter dan dit, ja dat vind ik zeker. Maar ik zie wel een stijgende lijn. En wat is dat dan? Wat is dan nog dat laatste stap? Nou, maar kijk, wij kunnen nog voetballend kunnen wij nog veel beter. Dus ik denk dat wij in het creëren van kansen en dat soort dingen, we creëren genoeg kansen. Maar nou, ik denk dat we nog steeds beter veldspel kunnen laten zien. Het is nog met periodes in wedstrijden. Succes. Dankjewel. Andere vraagstellers, mij. Nog heel even terugkomen op business. Marcel heeft om vakantie gevraagd. Heb jij overwogen om een week aan de zon de Louis van Gaal ook te spreken? Ja, dat hebben we zeker overwogen. Alleen, we hebben in eerste instantie wilden we hem graag lang vakantie laten geven voor die Champions League uit. Dat hij misschien maar een week getraind had. Dat hebben we met André ook gedaan. Amin kwam op een gegeven moment zelf vanuit het vakantieadres of vanuit zijn huis waar hij was. Op vakantie in ieder geval met veel, ik kan geen vakantie vieren als Appie zo is, dus ik kom terug. Nou, dan hebben we gezegd, ja, oké, dat je terugkomt, oké, maar dan gaan we nog niet meteen heel zwaar met je trainen en dat soort dingen, want dat willen we niet. Dus, en sindsdien hebben we elke keer gekeken waar we konden, dan zoveel mogelijk vrije dagen of een vrije dag extra. Alleen een reeks van 8-9 dagen bijvoorbeeld, dat is er niet van gekomen. Ja, maar waarom kies je er bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Sparta, die win je ook wel zonder je waarschijnlijk, dan niet voor een dan 10 dagen weg te sturen, een paar dagen ervoor, een paar dagen daarna? Ja, nee, maar dat had zeker gekund. Alleen, we vragen vrij vaak aan Amin hoe het met hem is. En dan geeft hij nooit aan dat hij wedstrijden wil missen en dat soort dingen. Dus ik begrijp wel dat hij aan de ene kant zegt van oké, hij voelt zich minder fris, maar hij wil ook niks missen. Nou, dan moet je zelf op een gegeven moment een keuze maken van oké, hoe fris en hoe goed ben je nou op dit moment? En moeten we daar niet zelf een keuze in maken en niet meer de speler daarin meenemen? Ja, vind jij dat je niet frisse spelers kunt opstellen? Nee, dat vind ik niet, nee. Younes speelt niet. Younes speelt wel. Dankjewel. 2 jaar geleden was je nog trainer van FCM. Waar ervaar je zeg maar het grootste verschil in druk als je nu voor je eerste klassieke als trainer staat? Waar merk je het zelf aan dat het totaal andere wereld is waar je nu als trainer in zit? Meer voor me heen kijken, denk ik. Ja, maar goed, ik vraag aan jou. Ja, nou goed, dat is het. Dus als ik de wedstrijd op zich is met betere spelers tegen betere spelers. Verder is natuurlijk de media en dat soort dingen speelt een grotere rol bij een club als Ajax. Je hebt zelf terug één gespeeld, hè? Ja, laten we het daar niet over hebben. Nee, je hebt wel gewonnen. Ja, we hebben wel gewonnen. Ja. Maar als je zelf kijkt naar hoe je nu als trainer bent, is dat ook een bepaalde ontwikkeling? Hoe je dit ook weer ervaren om een betere trainer te worden of niet? Nou, het zou gek zijn als je uitgeleerd bent als je 48 bent als trainer, denk ik. Dus elke dag leer je en wil je beter worden. Tenminste, zo zit ik in elkaar. En dat gebeurt ook door dit soort wedstrijden natuurlijk. Maar je moet wel zorgen dat je een bepaald niveau zelf hebt. Zodat we gaan niet alleen om te leren. We moeten wel gewoon winnen. En om je net ook moeilijk te verwijken. Of niet het gevoel dat hele drama toch ook een soort deken over het seizoen ligt. En dat je ook gewoon 4 weken in voorbereiding kost waar je nog steeds achteraan ligt. Nou ja, goed, voor een gedeelte is dat waar, ja. Het is niet meetbaar. Dus dat is gewoon het lastige daaraan, zeg maar. En dat gaat periodes wat minder, maar ook periodes beter. En volgens mij
zie ik de laatste weken een bepaalde beleving in de groep. Waarin we wel weer kunnen dubbelen en waar we wel weer mensen in kunnen sluiten van een tegenstander. Die ik een tijdje ook gemist heb. En ik ben niet zo heel erg van, dat weet iedereen wel, van ja, dan lijkt het een excuus. En dat wil ik het liefst niet. Ja, ik heb ja. Marcel, je zei net dat je het niet van over Feyenoord hebt, maar het is natuurlijk het feit dat ze verdedigende problemen hebben. Ajax had met name begin dit seizoen ook verdedigend vrij krap en Sanchez wordt nog steeds wel eens gemist als het erop aankomt. Kun je uitleggen wat voor invloed die defensieve krapheid op jullie spel en ontwikkeling van het veldspel heeft gehad? En hoeveel kwetsbaarder maakt het je als je verdedigend krap in je jasje zit? Nou goed, kijk, het is sowieso goed denk ik om voor zulke clubs als Ajax Feyenoord om concurrentie te hebben. Het houdt elkaar op een natuurlijke manier al scherp. Verder is het zo dat als je gewoon goed ingespeeld bent op elkaar, dat je dingen als makkelijker aansluiten, op lijn blijven, dat soort dingen, dat het allemaal veel makkelijker gaat. En dat speelt gewoon, dat zijn allemaal van die details die gewoon heel erg nauw luisteren. En daarvoor moet je ingespeeld zijn. Dat kan heus wel met 6-7 achterhoede spelers, dat je allemaal weet wat er gedaan moet worden. Maar goed, als er een paar jongens of wel 4 jongens week in week uit met elkaar staan, dan doet dat wat met je, zeg maar. Dan krijg je bepaalde vastigheden in en dat is denk ik wel belangrijk. Ja, is het dan die vastigheden die Ajax de laatste weken ontwikkelt ten opzichte van Feyenoord waar ze dan wegvallen, is dat dan een punt waar je zonder gebruik van zou kunnen maken? Nou ja, jij zegt ten opzichte van Feyenoord, ik kijk liever gewoon hoe wij ervoor staan. En wij zijn nog steeds in ontwikkeling. We hebben wel een paar weken nu eenzelfde opstelling. En daar kan ook nog steeds in gewisseld worden. Daly is ook nog steeds is nu alweer een week extra fit. Dus die kan ook spelen. En die heeft afgelopen seizoen een heel seizoen met een aantal jongens gespeeld die er nu in staan. Dus, ja, ik denk dat wij ook nog wel bezig zijn met onze eigen problemen in verdedigend opzicht of als team zijnde. Ja, is het een soort zwak punt waar Ajax in algemene zin van kan profiteren? Er zitten zoveel defensieve problemen. Ja, goed, nou goed, dan moeten we al weten wie er bij hun gaan spelen. Dat weten we niet. We kunnen wel een kleine indicatie, heb je natuurlijk wel. Maar wij zullen ons eigen spel moeten spelen en niet te veel naar de tegenstander moeten kijken welke spelers er niet zijn. Ik kijk liever welke spelers er wel hebben. En ze hebben nog steeds goede spelers op het veld staan. Zojuist is Sven van Beek uitgevallen in Rotterdam. Die heeft een zieke mis. Wist u dat al? Ja, ik hoorde het net toen ik hierheen liep. Ja. Anders had ik jou niet geloofd namelijk. Nee, dat is zeker waar. Dat houdt maar niet op daar. Dan zegt u net, we gaan uit van ons eigen spel. Maar is dat toch wel iets waarvan u zegt van, oh, misschien moet ik dan ook eventjes bij ons gaan kijken of we daar misschien ons op aanpassen? Nou, het is niet zo dat ik de opstelling aangepast of als er bij Feyenoord iemand niet meedoet. Dat doe ik niet. Dus ik kijk echt wel naar ons eigen team nu van, oké, hoe staan wij ervoor en wat is op dit moment ons beste team? Waarom is dat eigenlijk? Want de trainers zeggen dat vaker. Nee, we passen ons niet aan de tegenstander. Is dat soms niet gewoon niet heel slim om te doen? Ja, nee, dat kan ook wel zeker een goede strijdwijze zijn. Alleen nu in de fase waar wij in zitten, dat we gelukkig weer een paar stappen omhoog maken, wil je niet te veel gaan kijken naar tegenstanders. Ben je al heel goed bezig en je hebt 18 spelers die allemaal een hoog niveau kunnen halen, dan kan je per wedstrijd kiezen welke je neemt. Ik vind dat wij daar op dit moment nog niet aan toe zijn. Dus de consistentie van dezelfde elf of niet van dezelfde ploeg, voornamelijk wekelijks opstellen, is dan belangrijker dan eventueel een slimmigheidje erin of inspelen op de tegenstander? Ja, onze eigen vastigheden zijn nu wel echt het belangrijkste voor ons als team. En je kan heus wel tijdens de wedstrijd nog zeggen van oké, we geven wat meer druk op de ene speler dan op de andere speler. Dat blijft altijd wel. Maar in opstelling zal dat niet veranderen dan. Fijn dat we laten weken punten liggen. Is dat iets voor u waarvan u zegt van dat is een voordeel voor ons als wij erheen gaan? Of juist niet omdat ze extra getergd zijn? Of maakt het allemaal niet zoveel uit? Nou, ik denk dat in deze wedstrijd, je kan slecht in je vel zitten, goed in je vel zitten. Als je deze wedstrijd speelt, dan weet je gewoon dat het een wedstrijd op zich is. En dat zal echt van beide kanten gewoon gebruikt worden om gewoon maximaal tegen elkaar op te gaan. En daarom wordt het ook een mooie wedstrijd, denk ik. Wie gaat er winnen? Ajax. Bedankt. Bart. Marcel, dring jij door tot David Neres? Ik hoop het wel. Ja? Hoe doe je dat? Ah, maar
Bij David is het was hier vorig jaar een half jaar, denk ik. Ja. En we hebben op een gegeven moment 2 maanden geleden Wamberto erbij gehaald. Ook gewoon omdat het makkelijker communiceren is. Hè. Het is net even wat lastiger dan Spaans, zeg maar. Dus, en dat heeft hem volgens mij wel goed gedaan. Ook gewoon, er zijn zoveel dingen die in een fractie van een seconde besloten moeten worden. Nou, met name met het met druk geven en met de manier van spelen, hoe hij aan de binnenkant speelt. Om hem in zijn kracht te zetten, vonden we het wel handig om even Wamberto erbij, ook een buitenspeler. Dus dat scheelt ook nog. Dus dat kan in de toekomst zomaar weer nog eens een keer gebeuren als we dat willen. En verder, ja, met beelden dingen laten zien. Met andere spelers eventjes met elkaar dingen laten zien. Dus zo gaat die communicatie. Maar denk je dat, zeg maar, had hij nog beter kunnen zijn als hij bijvoorbeeld Nederlands spreekt? Dat je makkelijker met hem snel in de wedstrijd hem kan corrigeren? Ja, is makkelijker. Ja. Dus het is jammer dat je net even geen contact met hem kan maken in de rust of zo. Nou, in de rust wel. Maar tijdens een wedstrijd snel even naar Nederlandse jongen een brul geven. Dan kunnen ze gelijk reageren. Dat is met hem misschien iets minder. Aan de andere kant is het ook een jongen die gewoon veel op intuïtie doet. Moet hij dat ook lekker blijven doen? Ja, als jullie winnen aanstaande zondag, kunnen jullie dan nog de hele selectie op een feestje van ADE verwachten? Nou, laten we eerst maar eens gewoon gaan winnen en ik denk het niet. Geen reden voor de feest dan? Nee. Iemand anders nog, Mike? Je hebt het net over het belang van concurrentie, Marcel. Wat moet Cascera doen om in deel te komen bij de Utrecht? Die heeft bijvoorbeeld maar 9 Indische afwedstrijden, andersom. Ja, en het traint ook goed. Vooral zo door blijven gaan, denk ik. Want hij heeft natuurlijk 2 concurrenten. En er kan van alles gebeuren in een seizoen. Soms heb je ook wel eens net een club nodig dat er een plek openvalt. Dus ik denk dat hij vooral zo door moet gaan. Het geeft hem denk ik ook een goed gevoel in vergelijking met vorig seizoen. Dat hij nu bijna wekelijks speelt, of wekelijks speelt. Dat houdt hij zijn ritme en op het moment dat we hem nodig hebben, dan zal hij er staan. Je hebt niet van de signalen van ik haal hem een keer bij. Erbij halen en dat soort dingen, dat zou zeker kunnen. Op een gegeven moment moet je ook jongens kunnen belonen. Alleen nu zitten we net aan zo'n fase waarvan ik denk, laat alles eventjes zoals het is. De groep die we meenemen. En dan kan je heus wel eens een wisseling hebben in je opstelling, maar gewoon die groep die we meenemen hebben we nu gewoon zoals het is. Ja, dat was fijn hoor, redelijk tevreden. Nou, die beste leg is Jacques, die ook heb gezien. Snap je niet tevreden, hè? Nou goed, kijk, dan moet ik gaan oordelen over een ander team. Kijk, misschien dat jij bedoelt op het resultaat. Of, ja goed, als je niet wint, dan ben je niet echt tevreden. Maar ik begrijp hun wel dat zij zeggen van oké, qua inzet, veldspel, het meedoen in zo'n wedstrijd, spelaandeel, kan ik me dat voorstellen. Ja goed, en je hoopt natuurlijk wel dat je punten gaat halen. Ja, je had het net over vast te geven. Betekent dat ook dat je gewoon met dezelfde spelers gaat beginnen waar je de afgelopen 2 wedstrijden hebt? Dat kan ik nog niet zeggen. Meestal ben je wel open. Ja, maar. De klassieke uur, nee, maar we hebben morgen nog een training. Dus ik heb nog niks bekendgemaakt aan die jongens. En we gaan gewoon morgen nog trainen en van daaruit zullen we kijken. Dankjewel. Ja, dank je wel. Je hebt het woord crisis al een keer in mond genomen. Is het lijkt je zo doen dat het ook een crisis is als je klassieker verliest? En op 8 punten van PSV. Dat zou bij Ajax zomaar kunnen. Maar hoe zie je dat zelf? Is het inderdaad zo dun? Is het dun ijs waar je op de loopt? Nou ja, goed. De laatste 2 wedstrijden hebben we gewonnen. Dat er een paar stapjes omhoog gemaakt zijn, dat is denk ik wel duidelijk. Alleen ja, bij Ajax moet je elke week winnen. Dus ook komende zondag. Maakt niet uit of nou. Ja, Marcel, wat ik net nog even vergeten was over Julius. Het gaat ook vaak over zijn rendement. Hè? Dus dat het hoger zou kunnen liggen. Wat vind je van die discussie en wat vind je zelf van hem wat dat betreft? Nou, dat zal hij zelf ook vinden. Vinden wij ook allemaal. Dat zijn rendement omhoog moet. Hij heeft vorige week gescoord. Gekke manier. Nee, maar goed, dat is een geintje. Maar hij natuurlijk moet zijn rendement omhoog.
En het is natuurlijk wel zo dat het eigenlijk alleen geldt voor de doelpunten. Want als jij een man voorbij gaat en een voorzet geeft. En het is een voorzet richting speler van Ajax en die mist hem. Ja, dan is dat wel een kans creëren, zeg maar. Ja. En kansen creëert hij wel. Maar die voorzetten zijn er ook gedaan, hè? Ja, maar goed, in zijn geval kan het ook binnendoor zijn en een steekpaasje of dat soort dingen. Dus of hij gaat een man voorbij en komt op de achterlijn uit en trekt dan een balletje terug. Dus het blijft natuurlijk een eeuwige discussie. Maar wij vinden wel dat we nog steeds potentie in hem zien. En wat vind je tenslotte van de discussie of van de opmerking van Pierre van Hooijdonk? Die zei ook in Studio Voetbal dat hij medelijden had met de spits van Ajax. Want ja, die voorzetten komen, maar die beide buitenspelers willen die dribbel inzetten en neigen om heel erg naar binnen te gaan. Ja, dat mag hij voor zijn rekening nemen. Daar heb ik voor de rest geen reactie op. Nee. Iemand anders nog zo'n park? Ja. Ja, ik kan ook nog wel meer zeggen. Het is natuurlijk voor ons allemaal mooi dat hij dat naar buiten brengt, maar is het toch gek dat in een jaar dat je niet midweeks actief bent, dat hij dan toch met vermoeidheid te maken heeft? Dat is toch eigenlijk, heeft hij genoeg tijd tussen wedstrijden om te herstellen, zou je zeggen? Of train jij zo Nee, maar goed, we hebben, voor iedereen is het een programma. Dus op trainingsintensiteit. Dus. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat je een normaal heeft te spelen, denk ik, 3 weken na een seizoen. Nou, dat is bij hem korter geweest. En dat kan je opbreken, zeg maar. Nou goed, als hij dat zo voelt, mag hij dat aangeven. En verder is er eigenlijk geen discussie, want het blijft gewoon dat wij continu aan het zoeken zijn waar we hem een vrije dag kunnen geven of een extra of een training laten skippen, zeg maar. Dus er is niet echt voor ons is het niet echt een discussie. We zijn continu met hem in contact. Als we hem vragen van wil je een week vrij en een wedstrijd missen, dan zegt hij waarschijnlijk nee. Marcel, je bent 48. Het zou gek zijn als je niet nog altijd leren. Nou is de druk zondag misschien dat gelijk met de Rozenborg uit. Daar was je Fidel goed op wissel. Is voor jou ook een test zondag in de Kuip als handig? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar ik vind dat het voor mij wel gewoon een normale wedstrijd is die ik coach, zeg maar. Het is niet zo dat ik... Kijk, de druk wordt meestal door de buitenwacht gezegd, zeg maar. Ik vind het gewoon een wedstrijd die ik coach. Dat bij Rozenborg, dat tegen Nice, dat tegen de eerste competitiewedstrijd. Dat is voor mij allemaal gewoon een wedstrijd die je coacht. Dus dat verandert niet. Ik bedoel, op het veld is het nog steeds gewoon 11 tegen 11. En je mag allemaal 3 keer wisselen. En dus dat is niet voor mij niet echt een punt. Dus je hebt niet het gevoel dat ik onder de vergrootglas ligt? Oh, ik heb zeker wel het gevoel dat ik onder de vergrootglas ligt, want je zit bij trainer van Ajax. Dus dat is altijd onder de vergrootglas. Iemand nog een slotvraag? Nee, dank jullie wel. Wellicht tot zondag.